Dit zijn homespullen. Het heeft €40 gekost om het uit Engeland te laten komen. Natuurlijk super veel werk in zit voor maar twee dingen die je verkoopt. Maak je natuurlijk helemaal geen omzet uiteindelijk. Deze dag, het is mij niet gegund vandaag. Ik ben heel verbaasd over hoe mooi haar. Ik zag het toen ik mijn eigen oma zag. Schrok ik heel erg door hoe wit ze was en hoe slecht eruit zag. Ik verdien helemaal niks op dat gebied aan mijn YouTube kanaal. Als je met een hoge broek draagt. Oversized jasje. Oh, Bianca, wat ziet het er lekker uit? Bianca, wat zie je er lekker uit? Nee. Praten. Dit komt op YouTube. Ja. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben heel erg chagrijnig, sorry. En ik ben gewoon echt niet lekker. Hallo allemaal, dit waren de doelen voor vandaag. En nu ga ik naar huis, doei. Hallo jongens, het is 4:30. Ik ben een beetje heel erg moe, ik had niet zo lekker begin van de dag. Ik ben nu net thuis, Ruben komt ook nu net thuis. En ik moet over 2 uur weer op school zijn, want dan heb ik de ouderinformatieavond. Ja. Oké. Net even alles voorbereid en zo. Ben benieuwd hoe het gaat zijn. Jongens, het staat over 7:30. Ik ga. Het is best wel warm, dus ik heb dit aan. Wel blote benen, maar nette lengte. Wat is mijn camera raar? Oh nee. Oh. Dit zag ik ook al laatst bij iemand anders. Ik weet niet, het is toch een beetje pyjama-achtig, maar goed. Oh nee. De camera is nu al stuk of zo. Dat zag ik ook laatst bij een andere YouTuber als je probeert te filmen. Het is heel schokkerig. Moet je maar kijken. Dat vond ik normaal. Een garantie. Hallo jongens. Volgens mij heb ik helemaal niet verteld hoe het ging gisteren. Maar het was echt super. Het was echt heel gezellig. Het was heel goed. Er werd heel goed naar me geluisterd. Heel oprechte interesse. Goede sfeer gewoon. Top. En zo lief. Kijk, alle ouders hebben gisteren, ook van ouders die er niet waren, hebben ze het voor een ander kind gedaan. Een briefje achtergelaten. En daar staat bijvoorbeeld van, lieve, leuk dat je zo lekker dicht bij je lieve juf zit en zo. Echt superleuk. Hey, de koffie en thee van gisteren staat er nog. Dit is onze taalmuur. Moet je nagaan wat kinderen in groep 4 al in 2 weken gehad hebben. En even verder achter dat je de namen niet kan zien. Maar daar hebben we een anti-pestclub poster gemaakt. Ja. Zo Erik is hier wel weer geweest. Mag ik even heel even? Ja, even wat? Je schieten. Mag ik heel even wat zeggen? Oké, jongens, ik heb net een unboxing gedaan van nieuwe producten voor de webshop. De eerste homespullen. Ik heb niet heel veel help meer, hè? De eerste homespullen. En omdat ik het zo leuk vind en de weekvlog morgen online komt, heb ik besloten om die in deze weekvlog te zetten. Leuk. Dus ik ben... Dus ik ben Charlotte uit de toekomst, maar ik heb het dus nu eerder in de weekvlog gezet, zodat jullie het nu al zien. Want nu komt het meteen online op de webshop en dan vind ik het leuk om de beelden nu online te zetten. Hey Bob? Bobby. Hey. Lekker liggen. Op de achtergrond hoor je Ruben even, maar die is net uit school, dus die is even lekker aan het gamen. Ik ga het even unboxen, want dit is toch echt te leuk. Dit zijn homespullen. Het heeft €40 gekost om het uit Engeland te laten komen. Dus hopelijk is het dit waard. Kijk, het verpakkingsmateriaal kunnen we herbruiken. Ik heb nog geen verpakkingsmateriaal gekocht voor deze spullen. Het kittenkleed! Dat wil ik even beter laten zien. Kijk hoe leuk het eruit ziet. Deze ga ik even openen. Dit is echt een heel mooi merk. Kijk! Kijk! Wat? Dit is allemaal privé voor jou. Ah! Dit is lekker voor de badkamer. Wat? Kijk hoe geweldig het is. Geweldig. Ik ben verliefd. Hele mooie kleur. Oh, ik hoop zo dat er mensen zijn die het ook geweldig vinden. We hebben er 6. Dus dat is wel goed. Deze is voor mij. 5 dus. Oké. Zou dit de spiegel zijn? Oeh. Heel mooi. Kijk hoe geweldig. Deze wel. Ik heb hem dus ophangen. Oh, ik was echt verliefd. Ik moest deze. Deze zijn echt net nieuw ook. Ik hoop dat de avocado lunchbox er ook bij zit. Want die werd misschien later geleverd. Oeh, dit is heel leuk. Dit is eigenlijk voor kerst. Oh ja, ik zie hem daar op 2,55 best. Oh, jongens. Dit is echt precies zoals op de foto's. Kijk. Need this in your life. Ja,
zo leuk. Oh, dit is een van mijn lievelings. Oh, my. Dit is gewoon de hemel. Kijk hoe mooi. Alles is dus ook echt super goed ingepakt. Dat het gewoon zich gewoon meteen je het als cadeau hebt ingepakt. Dat je het dus ook gewoon echt als cadeau kan geven. Dus dat is echt super leuk. Oh, dat zijn de potloden. Dat is echt heel mooi. Ik heb nog nooit zulke mooie potloden gezien. Dus ik moest ze erbij doen. Dream big, follow your heart and go girl. Geweldig. Echt geweldig. Kijk. Oh, deze vind ik echt... Dit is heel mooi. Ook leuk voor gummetjes of zo. Het is een beetje overbelicht nu. Je kan het zien op de site. Een klein plantje. Heel leuk. Deze zijn 6 euro gelopen. Nog een plantenbakje. Oh, yes! Hier ben ik zo benieuwd naar. Hier ga ik er sowieso zelf eentje van houden. Dit vind ik namelijk... Hier viel mijn ogen eigenlijk als eerste op. Deze pak ik meteen uit. Hé, hij is overbelicht. Kijk, hier ga ik morgen meteen mijn eten in doen. Hele stevige. Zit er papier maar? Ik haat groen. Weg dat eigenlijk. Hey. Behalve bij avocado. Geweldig, hè? Hij zit heel goed dicht, dat is fijn. Dat vind ik heel fijn. Ook 12. Hier ben ik zo verliefd op geworden. Gaan we verder rechts. Kijk, laat hier maar zitten. Verder rechts. Pakken we eerst. Ja, nu recht op je doel. Dit is echt een droom. Zo mooi. Pak die mensen daar. Pak ze op tafel. Dit is echt niet normaal. Als je dit cadeau zou krijgen. Ja, ik weet het. Hallo, word scherp alsjeblieft. Nu ben ik wel voorbereid om te vechten. Kijk, komen ze? Ik heb ze ook op, dus ik ga je droppen. Oh. Ja, zo. Weet je, andere ook. Dit moet je toch hebben? Ja, ik zeg de rechts. Kijk, worden er geschoten, hè? Zo mooi. Hier hebben we er 6 van. Oké, dit was op de foto, denk ik, mijn favoriete item. Waar ik echt helemaal verliefd op ben. Ik vind het echt zo. Maar... Nee, ik heb echt een mes voor opgedaan, man. Ik kan niet meekijken. Ik vind het echt alles geweldig. Maar dit is echt geweldig. Kijk, deze vond ik echt... Deze was een van de eerste die ik zag. Die vond ik zo leuk. Het is weer niet scherp. Ja. Super mooie kwaliteit, echt, hoor. Echt wel heel mooi. Keep growing. Deze. Net zo mooi als op de foto. Deze vond ik het leukst, want ik hou van rozen. Ik weet niet waarom het zo overbelicht is. Dit is een set, plantenpotje 1. Oh, amazing. 2. Ik denk dat heel veel deze heel leuk vinden. 3. Ik laat alles even zien, want je krijgt toch een beter beeld als je het zo ziet. Dan op de site. Goedemorgen allemaal, het is nu donderdag, mijn vrije dag. Volgens mij heb ik gisteren niks gefilmd. Ik heb gewerkt en heel veel voorbereid. Ik moest eigenlijk... ik heb natuurlijk 1 dag in de week een duo, maar dat is eigenlijk niet echt een duo, omdat ik natuurlijk eigenlijk grotendeels echt de leerkracht ben. Dus ik leg eigenlijk ook alles voor hem klaar, schrijf alles op wat hij moet doen. En hij is eigenlijk meer, is meer invalidee, maar dan kent hij echt de klas, zeg maar. Dus daar moest ik alles voor voorbereiden. En dan ook nog voor de dag erna, voor de crematie, want dan komt er dus een invaller, een echte invaller. Dus ik moest voor 2 dagen voorbereiden en nog voor mijn eigen dag. Mijn camera heeft een beetje kuren, heb ik het idee. Dus het is toch raar, joh. Nou, of hij past automatisch aan. Misschien is het wel goed. Ik heb nu de hele ochtend, ik weet niet eens hoe laat het is. Oh, het zie je, het is al 10:30. Want jullie weten, vorige keer donderdag, de keer ervoor plannen, niet lekker. Dat ik nog echt zoekende ben. Wat wil ik nou precies op een vrijdag? Ik heb helemaal geen zin om naar de groothandel te gaan. Maar ik wil items aanvullen, omdat ik er zoveel vragen naar heb gekregen. Maar ik vind het daar niet chill. Ik krijg daar geen goede vibe. Ik vind het niet heel aardig daar. Heet, moet sjouwen. Ik kom er niet blij uit, zeg maar. Dus ik wilde heel graag dat Ruben mee ging, maar die moet naar school. Maar nu is hij al een paar uur lang helemaal niets aan het doen. Dus dan denk ik, je kon ook net naar school en straks mee. Maar hey, tegenwoordig deel ik soms even dit soort momenten. Maar even laten zien dat we ook irritatiepunten hebben. Zo irritant, denk ik. Ja, plan je dag dan anders in, dan kan je met me mee. Want ik vind het ook niet leuk, de groothandel. Maar goed, dat moet ik dus doen. En ik wil nu echt voor On The Go gaan filmen. Wat ik dus al een paar keer wil doen. Ik wil het liefst echt dit weekend een On The Go online. Het is een beetje de laatste zondige dag. Ik eet nu dus al best wel lang die repen en die shakes. Volgens mij val ik helemaal niet af. Iedereen zegt altijd, zet gewoon door. Dus dat doe ik ook. Maar ik doe het nu volgens mij al bijna 3 weken of zo. Of meer dan 2 in ieder geval.
Mijn buik voelt echt super dik en opgezet. Maar op de weegschaal is het volgens mij wel iets beter. Ik weet even niet meer precies hoeveel ik woog. In ieder geval niet dat ik dikker word. Maar ik voel me bijna dikker worden. En mijn huid is zo slecht. En dat moet wel door die eiwitrepen komen. Vol met buisjes. Ik heb nu weer een masker erop. Ik voel me vies. Ik voel me wit. Ik wil naar de zonnebank. Ugh. Ik voel me gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Wel geestelijk wel. Maar ik voel mijn buik is opgeblazen. En mijn huid voelt vies. En ik voel me wit. En mijn haar is vies eigenlijk. En ik heb geen zin om te wassen. En, gewoon even zo. Verder gaat prima. Ik zei tegen Ruben, als ik nou de orders doe, want hij doet over het algemeen, is zijn deel aan de webshop de orders maken. Dan kan je dan wel mee, maar I don't know. Ik moet maar gewoon mijn eigen plan trekken. Daar ben ik heel goed in hoor, maar toch. Ik vind het gewoon fijn om daar samen heen te gaan. Even snel winkeltje in, halen, winkeltje uit, samen tillen en klaar. Want ik blijf snel heel lang rondhangen. Nu ga ik dan, als Ruben niet mee wil, mag hij zelf gewoon de orders gaan maken. Als hij mij wel mee wil, ga ik even de orders maken. En dan gaan we wat later naar, ik weet het niet. We zien het wel. Ik ben best wel vroeg opgestaan omdat ik wat van mijn dag wilde maken. Ik heb dus de hele ochtend nieuwe spullen op de site gezet, dat wou ik zeggen. Ik weet dat ik trouwens best wel vaak in het schermpje kijk en over mijn uiterlijk praat. Maar ik vind het gewoon interessant om naar mezelf te kijken. Daaraan zie ik ook van, oh Charlotte, weet je, oeh, je huid ziet er niet goed uit, hoe kan dat? Of, oh je ogen. Nu zie ik bijvoorbeeld van, jeetje, mijn ogen waren zo blauw op vakantie en nu zijn ze gewoon een soort grijs. Ik ben gewoon moe. Is prima. Ja. Wie doet dat trouwens ook? Ik echt voel ik de enige ben die dat doet. Mensen vinden het altijd van, kijk je naar jezelf. Maar ik vind het gewoon interessant, van hoe zie ik eruit. Ja, oké. Okay. Leuk hè? Ik denk als je niet gewend bent, dat je het ook minder goed begrijpt. Als je heet het hier jezelf ziet, dan ga je gewoon kijken. Ik had weer mijn nieuwe Bobbi Brown pakketje gekregen. Dat zal ik even laten zien. Een Eliminating Bronzing Powder. Een Longwear Cream Shadow Stick. Een No Smudge Waterproof Mascara. En een Brow Pencil. En ik had toch al verteld dat ik toen in de vakantie even geen mail wilde beantwoorden. En daardoor heb ik niet mijn kleuren kunnen doorgeven. Dus er is een kans dat het niet de juiste kleuren voor me zijn. Maar ik ga het even openmaken. Vieze badjas. Deze badjas wordt trouwens altijd schoon. Ook al maak ik me erin op en zit die onder het poeder. Hij wordt altijd schoon. Oeh. Bronzing Powder. Het kan echt geweldig zijn. Want ik gebruik... Oh, dit is met heel veel glitter. Ja, ik heb dus iets tegen glitter. Ik weet niet. Even kijken. Ja, dit is echt... Hier hou ik dus niet van. Even zoomen. Ik hou wel van highlighter waar zeg maar de glitter echt in het mengsel zit. Als je snapt wat ik bedoel. Maar niet dit, dat er dan echte glitters, losse glitters uitkomen. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik zal het wel even laten zien. Of valt het mee? Ja, dit is best wel, zie je? Niet zo'n één streep. Het is echt een bronzing glitter. Je ziet het nu bijna niet. Nee, dit vind ik geen fijn iets. Dus het zal wel een prima product zijn, maar ik hou hier niet van. Ik wil gewoon één streep met dat het bijna een soort van vloeibaar lijkt. En niet dit, want dan zit ik helemaal onder de glitter. En daar hou ik niet van. Natuurlijk wel heel dankbaar dat ik het heb gekregen, maar dit is wat ik ervan vind. Dan hebben we een Longwear Cream Shadow Stick. En... Hallo, word maar even scherp. Oh ja. Oh. Het lijkt wel een contourstick. Nou, dit kan niet, camera. Kom op. Oké, zo dan maar. Wow. Huh? Is dit voor je ogen? Cream shadow. Nou, ik denk dat dit voor contour is. Cream. Zijn dat niet eyeshadow? Ombre cream stick. Het lijkt me dat dit om te contouren is hoor. Het is wel een best wel een warme kleur. Maar hij is wel echt heel goed. Kijk, soms ga je er overheen en dan is het meteen weg. Hij blendt. Wow, dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Zie je? Hij blendt uit, maar hij blijft zichtbaar. Oeh, huh? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Moet je kijken. En dan zit hij er echt. Oh, dit vind ik wel heel interessant om mee te gaan spelen. Weer mascara. Ik ben benieuwd, want ik had een keer een hele fijne. Ik had een keer eentje waarvan ik dacht, nee. Is dit niet die hele goeie? Jongens, weet even van jullie het? Is dit niet die mascara die ik zo fijn vond? Die echt geweldig is. Ik ga hem straks meteen opdoen. Ze hadden een mascara die ik fantastisch vond die op is. Maar ik weet niet of ze twee keer hetzelfde toesturen. En we hebben dit. Dit staat altijd zo saai om te editen. Een slijper en een potlood. Nu heb ik dus al mijn favorieten van NYX, maar... Oeh. Oh ja, dit is te donker. Hij is wel heel goed. Moet je kijken. Wat?
Oké, iedereen die wel zo'n wenkbrauwpotlood heeft gehad. Je weet precies wat ik bedoel, toch? Je zet een streep en er komt niks af. Huh? Hoe kan dit? Dit is gewoon... Ik zet zeg maar... Kijk. Ik zet geen kracht. Als ik kracht zet, gebeurt er zeg maar dit. Het is echt een soort houtskoolachtig. Het is wel een hele mooie kleur. Ik denk, maar ik had dat toch laatst al verteld in de vlog. Dat ik dus al hele donkere haartjes heb en daarom altijd een taupekleur gebruik. Ik kan hem wel heel even testen. Maar het is bijna een soort poeder. Ja, ik heb bijna geen wenkbrauw. Nee, het lukt niet meer. Het groeit gewoon niet meer. Wow, oké, je moet heel precies werken. Ah. Oké. Ik zie nu echt niet wat ik doe. Sorry hoor, jongens. Veel te dik. Maar even om het te laten zien. Hiermee heb je echt zeg maar in 5 seconden een wenkbrauw gezet. Oké. Ik ga nu helemaal scheef. Dat zien jullie. Maar ik vind het een heel interessant product. Misschien een lichtere kleur. Maar het kan nog wel. Ik zie dat ik dit veel te heftig heb gedaan hoor. Oh wauw. Ik heb dit nog nooit meegemaakt met een brow pencil. Dus over deze ben ik nu al heel erg onder de indruk. En over die contour stick. En dat poeder is gewoon niks voor mij. Ik vond de glitter wat er afkwam ook niet dat ik denk wow. Maar ik hou daar gewoon niet van. Het verbaast me steeds hoe scherp deze is als je zoomt. En die mascara, als dat die ene mascara is, is die echt geweldig. Dus ik ben heel blij met deze producten. Bedankt Bobbi Brown. En nu ga ik even opschieten. Oké, iets voor twee, daar ga ik. Ik ben maar zo aan het treuzen, omdat ik gewoon... Als ik niet verplicht ergens heen hoef, dan treuzel ik sowieso. Maar ik merk dat ik gewoon geen zin heb. Dan denk je misschien, hey, vond het toch heel leuk, Charlotte? Ja, ik vond het ook heel leuk. Vergelijk het met naar de Primark of naar de Action gaan. Dat is ook niet leuk als je elke week gaat, want er hangt precies hetzelfde. Nou, dat is trouwens helemaal niet zo. Wow, ik ben chagrijnig. Het is puur aanvullen. Het is niet leuk kijken voor nieuwe spullen. Het is puur aanvullen. Hij rubbelt dat ik niet veel in één keer inkoop. Ik ook, maar hij wil het nog minder dan ik. Dat is omdat je anders hebben bang dat je gewoon niks verkoopt. En dan is het gewoon geheim of failliet, weet je. Dan zit je met al die kleding. Dan hebben we ook van de eerste lading nog heel veel. Maar dus, dan maak je dus een foto voor een kledingitem waar je er maar 2 van inkoopt. Want natuurlijk zit er veel werk in zit voor maar 2 dingen die je verkoopt. Maak je natuurlijk helemaal geen, geeft helemaal geen omzet uiteindelijk. Dus ik vind toch dat ik gewoon meer in één keer moet kopen. Want nu moet ik helemaal erheen omdat mensen graag iets willen om het aan te vullen. Hele grote kans dat 99% van die mensen uiteindelijk het toch niet meer gaat kopen. Want dat is tot nu toe steeds zo. Maar ik wil toch aanvullen, want ik heb allemaal nieuwe items die nu al allemaal op zijn. Omdat ik er maar 2 van had. Weet je wel? Dus ja, ik heb ook het gedoe dat het geeft om elke donderdag nu daarheen te moeten met tegenzin. En het weer aan te vullen en weer het risico dat het op is. Dat vind ik het niet waard. Dus dan koop ik voortaan toch als ik iets leuks vind liever... meer in. Leuk hè? Elke donderdagen zijn wel echt de leuke dagen in mijn vlog, zeg. Jeetje, ik heb net mijn andere week vlog online gezet en daar was ik ook zo ontzettend chagrijnig of zo. Sorry hoor, jongens. Dit wil ik gewoon eventjes ook even rusten, omdat ik gewoon nog steeds niet lekker bij me. Dan denk ik, ja, donderdag is wel mijn werkdag. Ik ben helemaal trouwens niet. Ik was mezelf ook aan het editen. En toen dacht ik, jij bent helemaal niet zo stresserig en spastisch en plan persoon. Zo kom ik heel erg over. Zo ben ik helemaal niet. Maar dat heb ik dus nu op deze dagen wel. Nou, ik ga er nu dus heen met... echt te tegenzien. Echt geen zin. Het is daar dus heet. Iedereen is onaardig. Je moet steeds weer uitleggen van welk bedrijf je bent. Want ze kennen je niet. Ze zeggen, het is niet leuk. Het is gewoon niet leuk. En nu ga ik puur aanvullen. Dus ik moet alles gaan tillen. Ik heb mijn koffer maar hier achter liggen. En ik wil on the go opnemen. Maar Smuller zit alleen op het station. Febo. Ook niet in de buurt. Ik wil voordat ik naar het World Fashion Center ga eigenlijk 1 on the go'tje doen. Dan heb ik, anders ben ik daarna weer, fuck, ik was kapot daarna. Nou, orders komen dat Ruben niet doet. Ik weet, we hebben in principe tot 5 dagen aan verzending, maar ik vind het gewoon fijn om snel te zijn. Het rijdt ook niet lekker naar het World Fashion Center trouwens. Het is naar Groningen of zo is heerlijk. Het is geen lekkere route. Je moet heel veel opletten. Echt heel veel. Dus ik ben blij dat mijn rijden echt heel goed gaat tegenwoordig. Oké. Niet naar het World Fashion Center wordt gestart. Nee, niet World Fashion Center, want ik wil eerst dus naar... Maar ik ga niet helemaal naar een station. Smullers. Febo, ja, in Amsterdam Zuidoost. Nou jongens, daar zijn we hoor, bij de tweede test, namelijk de Burger King. Ik rijd nu de drive op. En dan ga ik een Veggie King bestellen. Hi, mag ik 1 Veggie King burger? 1 Veggie King? Ja. De veggies waren uitverkocht. Nee, meen je niet? Helaas wel. Oh, oké. Okay, we hebben qua vegetarische nog uieringen, mozzarella sticks. Oh nee, ik kwam echt voor die. Oké, okay, sorry. Dankjewel. Doei doei. Nou. Leuke dag. Oh nee, voor de duidelijkheid. Ook altijd op zoete aardappelfrietjes. We halen thuis ook uitverkocht. Maar deze burger heb ik nog nooit meegemaakt dat hij uitverkocht is. Nu heb ik het wel echt al... Gaat lekker, auto. Heb ik het wel echt al
twee maanden zeker niet gehaald. Dus het zal nu alweer heel populair zijn. Maar je kunt de dingen ook meestal nooit bellen. Dus ik weet gewoon nu niet waar ik heen moet. Het is niet echt een leuke dag. Sta ik hem, oh, is nog echt zo'n paar minuten bij van het World Fashion Center. Ook al kapot, hoort dit. Oh, sorry jongens. Vandaan, hier hoort een Febo te zijn. Kijk maar, Febo bereikt. Zit iemand een Febo? Ik ook niet. Ik ga maar even pak maar wel aanzetten en zoeken. Nou, een halve minuut en 50 cent parkeerkosten later. De Febo is al 5 jaar geleden verhuisd. Top. Dat is heel fijn. Ik weet niet of wie dat nog weet, maar dat had ik ook bij mijn vorige undergo met iets in de bel, maar broodjes testen. Leuk, dat is natuurlijk altijd wel erg prettig. Jongens, wat heb ik fout gedaan in het leven dat deze dag maar zo straft? Ja, Stadionplein. Gaat wel weer een beetje ver. Tussenmeer. 8 minuten rijden. Ja, zo blijf je bezig, hè? Osdorp. Hi, hebben jullie veggie burgers? En kan je bij jullie makkelijk parkeren? Maar wel makkelijk. Wel plek. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, doei doei. Nou, gaan we dat maar doen dan voor on the go. Doe maar vast even een duimpje omhoog, jongens. Niet omdat ik zo aardig ben. Maar wel omdat ik dit heb overleefd. Ik weet het niet. De hele gedachte achter on the go was dat ik het ook on the go zou testen. Dus dat ik iets tegenkwam en dacht, hey, leuk voor mijn serie. Maar op die manier kwam er nooit meer een aflevering. Want ik reis natuurlijk ook nooit meer met de trein. En ben altijd aan het werken. En dan gaat het dus zo. En dan is het dus gewoon niet meer zo leuk. Maar on the go is heel leuk, maar snappen jullie wel nu waarom het zo lang er niet is geweest? Het is gewoon zoveel gedoe. Dramatische route, alleen maar remmen en hobbels. Maar één voordeel, daar is de Febo. En ik sta hier gewoon chill geparkeerd. En het is gewoon in een rustige wijk in principe. Ik dacht, ik ga hier maar staan voordat ik weer daarheen rijd en weer niet meer één richting of zo. Dus ik loop even daarheen. Het enige punt is wel dat er heel veel mensen lopen en ze me allemaal aankijken van wat doe je. Dus ik weet niet of ik hier mijn on the go kan filmen. Ik hoop dat je nog kijkt naar deze vlog en niet al te gedeprimeerd geraakt bent door mij. Start een parkeeractie. Dan gaan we weer. Ik sta nu bij Amsterdam Hoekenes. Hok, hok. En de rest zie je dus in on the go. Want nu gaat het goed. Nou jongens, ik kom net uit het World Fashion Center. Het is, ik dacht dat het 5:30 was. Wel een goede truc. Daardoor ging ik weg. Het is 4:45 pas. Zo'n winkel zei, ik ben tot 5:30 open. Want ik ging even iets apart hangen. Toen dacht ik, oh, ik moet zo opschieten. En nu zie ik, oh, het is pas 5:30. Maar dat is wel lekker. Hey, 5:30. Oh, dat is later dan ik had verwacht. Oké. Okay. Ik zie er heel moe uit. Ik ben altijd moe hierna. Ik zag gewoon moe uit. Maar ik voel me nu veel beter. Ik weet nu precies van, oké, in die winkel ga ik alleen online winkelen. Want dat werkt fijner. In die winkel zijn ze ook fijn als er een keer iets mis is met een kledingitem. In die winkel mag ik ook gewoon 2 stuks alleen aanvullen. In die winkel kennen ze me en zijn ze gewoon vriendelijk. Nu was ik bij een hele leuke, allemaal Marokkaanse mannen. Volgens mij Turkse mannen, ik weet niet, hele lieve mannen. En die gingen me ook helemaal om advies vragen, want ik kwam binnen en vrouwen vroegen, komt het blouseje ook van hier en zo? Toen zei ik nee, en ik kreeg heel veel vragen hiernaar. En daar heb ik dus die leopardsjurkjes, zeg maar, van, die blousejurkjes. Ging die helemaal vragen, oké, wat vind je? Moeten we deze de knoopjes tot beneden laten doorlopen of niet? En moeten we er van die roesjes aan de onderkant aandoen, showmodel laten zien? Vet leuk, goed dat ze me om advies vragen, want ik ben echt de blousejurk-expert. Dat vond ik heel erg leuk. En zij laten het ook echt gewoon echt maken, dus dat vind ik leuk. Het hangt ook niet in al die andere winkels, weet je wel. En ik heb ook ontdekt dat bijvoorbeeld een vest wat ik heb, dat ik dat veel goedkoper ergens anders had kunnen krijgen en zo. Maar je leert steeds meer en mensen zeggen wel eens van waarom doe je het als je het zo stom vindt? Elke keer als ik chagje ben, dat vind ik niet erg. Want ik weet dat daarna dat ik er weer van leer, dat vind ik juist leuk. Maar ik uit het wel dat ik chagje ben. Ik ben nu wel echt heel erg moe. Het is niet dat ik het heel leuk vond. Ik heb echt niet gekeken voor nieuwe items. Ik heb alleen de I'll Be Ready in 5 jurk nu ook in het geel, de lange versie. Want de korte versie waren er nog maar 2. En ik heb nu gewoon wat meer ingekocht van bepaalde items. En ik weet nu ook, kom ik weer in een winkel waar ze zeiden dat het op voorraad zou zijn. En daar was het alweer op. En dan denk ik, nou die winkel vond ik ook weer geen aardige meiden. Daar hoef ik niet meer naartoe. Dus ik heb even gekocht wat er nog was. En dan maar even wat meer risico nemen dat ik dus niet volgende week weer moet. Want ik zie ook allemaal mensen. Ik kom steeds weer mensen tegen die ook elke week gaan, zeg maar. Maar daar heb ik geen zin in. Dus geslaagd. En nu maar hopen dat dingen wel verkocht worden. En anders is het jammer. En nu ga ik denk ik even op zoek naar een Burger King. Want ik moet echt nog in ieder geval 1 ander komen. Misschien kan ik morgen dan de... Het liefst ga ik op zoek naar een Smullers. Maar ik denk dat het niet handig is. Anders morgen. Natuurlijk had ik nu de beslissing gemaakt om naar Duivendrecht station te rijden. Want waarom niet? Voor mijn video alles. En waar is een heel erg ongeluk gebeurd.
natuurlijk heel erg voor het ongeluk. Maar ik deel weer even mijn chagrijnigheid. Op de weg naar Duivendrecht. Het stond helemaal stil. Ambulance. Ik denk, moet ik naar links, moet ik naar rechts met me langs te laten. Ik had echt een soort van... Charlotte, denk eens na. Maar ik dacht, ik ga hem links laten rijden. Ik rijd naar rechts en toen wilde hij eigenlijk de andere kant op. Het is echt heel veel stress. Die ene seconde kan iemands leven veranderen, weet je. Die mensen hebben het erover hoe het kan dat daar een auto staat. Dat is dus mijn auto. Ach, jongens. Kijk waar mijn auto staat. Ik heb zo ver gelopen om deze te halen. Dus deze dag, het is mij niet gegund vandaag. Ik moet ook maar snel met deze dag gaan stoppen, denk ik. Ze snappen er niks van, die mensen. Ik ging wel een beetje stuk. Nou jongens, ik heb hem op. De eerste burger zie ik nog steeds een beetje als mijn ontbijt. Ik weet dat een banaan mijn ontbijt was, maar een banaan... Huh? Dit is verdacht. Mijn waterfles was leeg. Dan heb ik hier een volle. En ik heb deze lege. Dus of ik heb een oude oplopen drinken. Of dit is mijn oude. Een week oud. Ik heb heel veel dorst. Hij is best wel koud. Deze lag hier. Die ander. Ik heb die oude lopen drinken net. Nou, dan weet ik ook weer dat ik gewoon water van een week oud kan drinken. Charlotte niet zo aanstellen. Ik ben over een soort van bijna berenklauw iets gereden. Er lagen dozen op, maar ja, ik moest hierheen, dacht ik. Eerst was ik bij een Kiss & Ride, toen kon ik niet staan. Toen vroeg ik waar is de parkeerplek. Toen kwam ik hieruit in the middle of nowhere. Iedereen kijkt me aan van wat doe jij hier, auto? Dan moet ik weer terug. Het is een drama. Nou, het is weer zo'n weekvlog dat ik alleen maar gezeik op mijn weekvlog krijg. Wat is er met deze dag? Ik vind het niet leuk. Als je nou voor het eerst bij mij komt, oké, dan snap ik het. Als je zo'n dag ziet dat je denkt, wat is dit voor een zeurend persoon? Maar als je een kijker bent en het zijn gewoon kijkers die vaker kijken, dan weet je... Ik laat een week uit mijn leven zien. En weer gezorgd dat er te veel advertenties zijn. Bij een hele lange weekvlog tussen de 35 à 40 minuten doe ik altijd 5. Dus het maximale wat ik doe is 5 advertenties. Heel vaak kijk ik video's van YouTubers van 10 minuten waarin om de 3 minuten een advertentie zit. Ik doe het om de 5, 6 à 7 minuten. Meestal begin ik met 5, dan 6 en op het einde een beetje 7. Weet je, want dan ben je al... Dus je concentratie al wat minder, dus dan minder snel reclame. Ik heb in 3 jaar YouTube, als het goed is, 3 of 4 gesponsorde contentvideo's gemaakt. Ik heb op Instagram nooit gesponsorde content. Ik verdien helemaal niks op dat gebied aan mijn YouTube-kanaal en stop er ontzettend veel tijd in. Dus ik doe het echt omdat ik het leuk vind. Maar ik wil er ook wat mee verdienen, want ik weet dat ik ermee kan verdienen als ik advertenties instel. En geloof me, dat bedrag valt behoorlijk tegen voor hoeveel werk erin zit. Het is een heel klein uurloon. Maar ik kom er ook gewoon voor uit. Ik doe er advertenties in. En als jij die advertentie kijkt, krijg ik een cent of zo. Dus elke advertentie extra telt. Dus ik doe er 5 in. Maar ja, dan weet je dat. Ik ben niet gierig of zo. Of dat ik jullie geld uit handen... Nee, ik krijg dan geld van YouTube. En dat is het enige geld wat ik kan verdienen door al het werk wat ik erin stop. Dus gun mij dat ook alsjeblieft. En dit is echt een rotdag. Ik weet niet... Volgende week ga ik niet meer naar de Volt Fashion Center. Ik hoop maar dat het daaraan ligt. Bah. Ik vind het echt niet leuk om dan van die stomme reacties. Ik doe het toch normaal? Een hele vlog met allemaal leuke dingen. En dan pik je net 1 stom ding eruit. Houd toch op, joh. Ik vind het zo ontzettend irritant. Kijk trouwens heel even naar deze ketting. Die was dus nieuw. Ik heb hem meteen meegenomen. Is zo geweldig. Ik moet hem even zonder die gouden zien. Stainless steel. Steeds meer stainless steel dingen in de shop. Superleuk. Ik weet niet wat jullie het vinden. Ik vind het een croissant. Croissant. Hij is ook in het goud. Ik vind hem echt mega leuk. Maar nu lijkt hij niet leuk, maar hij is echt heel leuk. Hallo allemaal, het is 8:45. Ik denk ik vlog toch heel even iets. We waren om 6:30 wakker. En zijn net naar de oma van Ruben geweest. Daar was familie. Toen zijn we in wezen naar de plek geweest waar zijn opa lag. Ik heb zijn opa ook gezien in de kist. En ik vond echt... Ik ben heel verbaasd over hoe mooi hij eruit zag. En toen ik mijn eigen oma zag, schrok ik heel erg door hoe wit ze was en hoe slecht ze eruit zag. Het zag er heel goed uit. Nu zijn we op de middenweg. Nu komt de dienst. Gaat iedereen naar elkaar condoleren. En ik hoor dus echt bij de familie. Ergens vond het heel erg gek. Maar ik denk er zijn mensen die hem veel beter kennen dan ik. Maar ja. En dan wordt hij gecremeerd. En ik ga het natuurlijk allemaal niet vloggen, maar ik dacht ik zeg het eventjes. En zijn oma is zo'n sterke vrouw, niet normaal. Maar ik ben een heel erg emotioneel mens. Dus ik zie dan Rubens vader er staan en zijn oma. En dan kan ik alleen maar inbeelden hoe het voor hem moet voelen. En... Maar zulke sterke mensen. Dus ja, dat is vandaag.
Oké, jongens, wij zijn thuis. Het is echt best wel laat geworden. Ik ben heel blij dat ik dus vrij van mijn werk heb gekregen. Want het was echt... Ik heb zo fijn met de oma van Ruben ook gepraat. En met alle familie. En het was, er hing zo'n goede sfeer. En het was gewoon... het was heel mooi allemaal. Wil jij er nog iets over zeggen, Ru? Huh? Wil jij er nog iets over zeggen over je opa's informatie? Oh, ja, een beetje apart muziekkeuze. Het hele circuit. Ja, Ruud, het was heel fijn. Gewoon weer... Gewoon mooi. Ja. Ik vond het tempo ook natuurlijk. Ik haat van die heel langdradige... Ja, het duurde niet lang. Het was gewoon best wel een tempootje, maar gewoon prima. En zijn oma is een hele sterke vrouw. Ik was dus nog nooit bij hem thuis geweest. Ik ben er nu geweest en... Ik weet, ik zeg het vaker, dan doe ik het niet. Maar ik denk dat ik het nu echt doe. Ik wil echt lekker naar mijn werk bij haar langs. Ze woont super dicht bij ons en heel dicht bij mijn werk. En zo'n leuke, sterke vrouw. Ondertussen toont ze ook de emoties. Zo'n... Echt een jongen, hè? Ja, echt dat je een geweldige oma hebt. Helemaal Engelsachtig. Vind je dat nou echt mooi? Ja, ik vind het echt mooi. Die lamp ook. Ik heb natuurlijk niks gefilmd, ik ook een beetje gesprekloos. Maar ja. Dat is echt ziek. Nu gaan we heel snel heel veel orders maken. Jongens, ik heb dus al heel lang niet meer voor mezelf gewinkeld. Kijk even. Ik zag dit bij Denise Anna. Ik volg haar dus helemaal niet, maar ik zag het op haar Instagram. Ik moest weten waar het van was. Dus ik heb het even dicht, want ik heb er geen shirt onder. Kijk dan, als je dit met een hoge broek draagt. Oversized jasje van Pretty Little Thing. Hij is wel echt duur, want met verzend heb ik echt €50 voor betaald. Als ik dit nou in mijn webshop kon verkopen, jongens. Love it. Zo verliefd. Het is grappig, want ik was ook best wel echt verdrietig net. Maar nu, daarna is het zo fijn met de familie bij elkaar te zijn, dat je je daar dan wel weer, ja, fijn ergens voelt of zo. Klinkt misschien heel raar. Misschien weet ik ben ergens heel moe, maar het voelt ook heel fijn. Zo fijn om dan zo goed met de familie te hebben gepraat. En ja, dat het gewoon toch iets moois met zich meebrengt. Dat alle familie gewoon op een hele fijne manier met elkaar is geweest. Ik moet het ophouden, want misschien vond je het echt niet leuk. Nee. Ik weet niet of je het soms kan herinneren, soms ben je heel gevoelig. Misschien in mijn pesten. Ik weet niet eens meer waar het over ging. Over het gebruiken en zo. Dat ik had het zelf bedacht hoor. Ja, weet ik. Misschien er zo gestort aan door. Ja. Wat vind je nou hiervan? Ik ben een jongen. Ik ben jij een jongen? Ah. Ruben en ik zijn ook echt bijna nooit samen met familie, dus dat was ook wel gewoon fijn. Ja. Hallo, ik ben even foto's voor de site aan het maken en het is echt heel lastig. Dit moet er natuurlijk niet op en het wordt dus niet scherp. En Ruben is ondertussen orders aan het maken. Het is zo moeilijk om het scherp te krijgen, zie je. Drama. En mijn goede camera is weer opgehouden voor de foto's. Kijk hoe leuk deze zijn. Want bijvoorbeeld dit soort orbellen zie je pas hoe leuk ze zijn bij een aanfoto, dus aanfoto's zijn wel belangrijk. Nou, nog eentje. Hé, deze wordt wel scherp. Kijk hoe mooi. En dit heeft echt zo'n hele chille sluiting. Sorry voor de prijs. Kijk. Dit zijn wel mijn fave sluitingen. Gewoon. Klik. Heel leuk. Nou, laatste foto. Kijk hoe lief Bobby hier ligt, jongens. Bobby. Hi. Hi, Liefie. Oké, ik heb net de Burger King gefilmd. Het is wel echt wel zulk zo weer. Dus het was niet heel goed beeld. Maar goed, ik ben hem aan het bewerken. Tenminste, ik was al bezig en nu ga ik even door. Misschien komt hij dus morgen online, ik hoop het. En Ruben is thuis en hij gaat zo weer weg. Dus ik ga gewoon de hele avond editen. En weet je, op tijd naar bed. En dan is dat de vrijdag. Heel spannend weer. Morgen verjaardag van mijn broertje en mijn vader. En ik heb er echt nog helemaal geen zin in. Sorry als jullie dit zien. Oké. Het is 10:15 en Anneke is klaar. Nu moet ik even heel snel geheugen gaan maken op mijn computer. Anders gaat hij 4 uur erover doen en dan zeggen: sorry, je geheugen is vol. Oeh, moe. Heel leuk. Ik heb ook McDonald's of dingetjes gebeld om prijzen te vragen. Dat vind ik echt super grappig. Ik zou daar gewoon een hele video over willen maken. Ik vind het zo leuk om bedrijven te bellen. Oeh, mooi. Oké, ik ga even mijn harde schijf pakken. Challenge. Goedemorgen. Het is nu zaterdag. En ik heb uitgeslapen. Ik wilde echt opstaan. Ik heb dat ritme. Ik snap het wel als mensen zeggen, ik kan niet meer uitslapen. Maar je moet het gewoon proberen. Want ik denk, als je het niet meer doet, dan kan je het op een gegeven moment echt niet meer. Dus ik ben echt verplicht gaan liggen. En het duurde echt een uur. Maar toen heb ik tot 11:45 doorgeslapen. En ik heb het gewoon nodig. En Ruben is voor zijn school iets doen, maar dat vind ik wel heel erg lekker, want ik sta eigenlijk nooit alleen op. En als ik alleen ben, ga ik veel sneller dingetjes in huis doen, merk ik. Ik ben zo irritant iemand, dat als hij allemaal 's ochtends dingen gaat doen, dan heb ik iets van rustig opstaan. Terwijl als hij er niet is, ga ik zelf ook allemaal dingen doen. Dus ga ik een wasje draaien, keuken opruimen, allemaal kleine dingetjes waar ik steeds niet aan toe kom, dus dat vind ik heel lekker. Dan ben je goed bezig met je kleren opruimen, dan gebeurt er dit. Het hele rek
Oh, het was te zwaar. Oh nee. Kan ik het ook niet zomaar even terughangen? Oh, heb ik eindelijk mijn kleren opgeruimd. Oh, wat erg. Besef even al... Het is natuurlijk ook wel erg veel wat eraan hangt. Besef dit even, jongens. Oh, wat erg. Kwart over zes, het is super gezellig. Ik heb nog niks gefilmd, want ik was even met heel veel mensen in gesprek. Olivier, de jarige. Ruben, mama. Allemaal hele lekkere hapjes. Opa, Susanna. Ze is het alweer door hoor. Opa. Hij is niet in een chance bij vandaag. Kijk, deze wereld in staat echt leuk. De ene ben ik wat donkerder dan de andere. Compassion is zoekersmolen, dat is zelf medelijden. Ja? In het Spaans? Die bananenplantages en die mensen die zo erg investeren. De eettafel. In groep van hoeveel? Steek je vinger op! Ik wil wel over hier. Ik wil met Dickie. Ja. Ik wil ook. Ruben wil straks pas. Nee, nu wil ik als eerste. Nu heb ik het al geroken. En dan doen we warming up met hem. Dacht, moest je helemaal niet. Dit is voor jou weer te druk, schat. Wil je nog iets zeggen tegen je fans, Elina? Nee, ik mag tegen de fans zeggen dat ik iedere keer... Niet weten dat de camera draait. Hallo? En dat mezelf terugzien. Dat heb ik ook altijd. Oh my god. Waarom weet ik het weer? Dat heb ik altijd, had ik ook bij Lotte. Daar hadden we een heel gesprek en had zij gewoon gefilmd. Ik had geen idee dat ze het aan het filmen was. Dan zie ik mezelf zo in een half pyjama aantrakken. En een ratslag. En elke keer besef ik dat dus niet. Ah. Maar nu zie ik een camera. Ja. Doe maar even anders. Ja. Jij ook daar. Toch niet even? Maar zij kan het al. Susanna is so good. Kijk, de mensen die ik niet... Oh. Pak maar je moment. Jeetje. Ja. Nou, wacht even, want hij is niet... Ik heb jou gezien op YouTube kanaal van... Maar Melissa bijvoorbeeld, die nog nooit. Zo toch in Zwitserland was waar wij... En we hebben een video opgenomen. Ja. Ja, maar Melissa zit zelfs in een video met chocola of pindakaas proeven en die is nooit herkend en Olivier ook niet. Nee. Maar Olivier wil ook nooit echt in beeld. Ja, ik werd toen dus herkend. Oh, sorry, dat is mijn fout. Weet je wat grappig is? Toen ik nog thuis woonde was dit niet echt mijn favoriete gerecht. En nu ik niet meer thuis woon heb ik er zoveel zin in. Lukt het zo? Kom maar. Kijk, papa heeft vegetarisch, het lijkt wel stoofvlees. Dat is het niet hoor. Nou, kijk eens op en dan krijg je, en dan heb je dus... Wil jij ook even op YouTube? Dan deze heb je, sexy dame. Dus zo'n bordje. Zo'n bordje. Ik weet niet, mijn camera wil niet hoe mooi is dat? Beeldig. Ja, het is toch... Het lijkt wel kunst. Geef even een shout-out voor je Instagram. Oh, voor mij? Ja. Ja, maar dat is heel artistiek. Ja, voor de artistieke liefhebber. Dark, dat is Bianca Pauline. Ja, maar met een punt. Met een laag streepje, gewoon streepje. Oh ja, Bianca laagstreepje van Dina. Een beetje donkerkunst, maar... Nou, dat vinden mensen vast wel leuk. Kijk, dus jouw boek. Misschien vinden mensen het wel leuk. Kijk met z'n tweeën. Ik heb ook ideeën, toch? Ah. Schatten. Oh, Bianca, wat ziet er lekker uit. Bianca, wat zie je er lekker uit? Bianca, wat zie je er lekker uit? Het ziet er ook leuk uit. Ja, vind ik ook. Leuk en lekker. Ja, lekkere dame. Ja, het is wel zo. Ik vind het een beetje, ja. Nee, je hebt wel een lekkere moeder. Nee, niet praten. Dit komt op YouTube. Op het moment dat je binnenkomt, ben je alleen maar geluid aan het maken. Ik ben gewoon heel druk. Wie zit daar? Oh ja, hij zit in de doos en dan kijk je erheen. Kijk. Bobby. Jongens, ik heb een nieuwe trend bedacht. Een shell dragen. Nou, het is wel leuk zo. Oké, jongens, ik ga onverwachts even naar Almere, want ik ga een pashokje opnemen. Daar had ik zin in. Ik heb echt super leuke meisjes aan. Maar mijn beeld is een beetje overbelicht. Oh ja. Kijk, de Velvet Headband van Comment. Met deze oorbelletjes. En deze ketting. En die meisjes zo geweldig met het jasje. En de rest gewoon helemaal zwart.
echt super leuk. Dus ik ga nu naar Almere. En dan zien jullie dat in de pas op shop. Nou jongens, het was zo druk in de Primark. En heet. Ik had vet lekker Ruben moeten zo werken. En ik dacht dat ik niet daarvoor. Ik dacht dat ik niet op tijd terug zou zijn, maar dat was ik wel. Dus ik ging lekker voor hem en voor mij AB Fry halen bij de toko. Dus ik had er 12, echt mega lekker, maar 1,50 per 4 stuks. En toen wilde ik voor hem nog een broodje bij de Subway halen, want hij moet wel eten voor zijn werk. Toen nam ik een hap van die garnaal en dat was nog compleet rauw. Het was echt dramatisch, want bevroren wil je echt niet rauw eten. Wat bevroren is geweest. Toen moest ik helemaal terug om mijn geld terug te vragen, maar ik wilde niet eens mijn geld terug. Maar ik dacht, ja, ik red het nu niet meer, want ik moest ook nog eens deze trein halen. Anders kon ik me niet op tijd een broodje aanbrengen. Dus dat is een beetje een drama. Jongens, oh, de tasje heb ik trouwens net bij Primark gekocht. Ik spotte allemaal nieuwe Amerikaanse dingen bij de app. Die dacht ik, dat wil ik proeven. Toen dacht ik, nee, dat is te slecht. Toen dacht ik, maar ik heb een YouTube kanaal. En dan mag je dat. Want dan mag je dat gewoon in een video proeven. En dan kan je van alles wat proeven. Dan is het niet erg als je niet alles opeet. Want het is voor de video. Nou, allemaal Amerikaanse dingen. Ik ben zo excited. En Lotte zegt dat ze met me wil opnemen. Het lijkt me echt superleuk. Oh, ik was al begonnen met een nieuwe on the go. Voor verpakte broodjes. Oké, jongens. Ga ik de week vlog hier weer afsluiten. Ik zou het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. Ook als je het soms niet doet, zou ik het echt wel leuk vinden als je het nu wel doet. Want er zijn toch best weinig mensen die op leuk klikken. Terwijl jullie wel kijken. Dus het zou wel leuk zijn. Ja. Oké, okay, bedankt voor het kijken en ik zie je hopelijk bij een weekendvideo en anders gewoon volgende week met een nieuwe weekvlog. Doei!